Ik vind ook eigenlijk de uitspraak dat je gezakt bent op 0,1 punt, klopt niet. Je zakt niet op 0,1 punt, je zakt op een hele reeks niet zulke goede cijfers, waardoor het uiteindelijk moet aankomen op die 0,1 ja, ja. punt. Ja. Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver. Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever, de podcast. Goeiedag dames en heren, daar zijn we weer. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn een paar weken ertussen uit geweest. Lars is getrouwd. Lars is op huwelijksreis geweest. Ja. Zaterdag ja, zouden we opnemen. Ja, ja klopt. Ja. Maar toen uh, lagen de microfoons nog, nog bij jou uh, uh, thuis. Omdat ja. ik uh, heb opgetreden op jouw bruiloft, en dan had ik die microfoons voor nodig. Dus we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Nog uh, drie afleveringen tot de zomervakantie. En ja. vandaag gaan we het hebben over. Leerlingen die op 0,1 punt zijn gezakt op het centraal examen. Ja. Uh, centraal examens zijn geweest. Herkansingen komen er nu aan. En je leest, uh, tenminste ik maak in mijn werk natuurlijk weer mee dat er leerlingen zijn die letterlijk op 0,1 punt zakken. Wat betekent dat ze gemiddeld 0,1 punt missen om te slagen volgens de regels. En ik heb daar nogal een mening over. Omdat, en dat zie je ook op LinkedIn, zie je dat nu weer vaak langskomen: dat het dan van die berichten van uh, gezakt voor het examen, geslaagd voor het leven en zo dat soort oneindige onzin, weet ja. je wel. Van uh, ja, ze, 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 cijfers zeggen niks enzovoorts enzovoorts. En ik ben het daar echt niet mee eens. Ik denk dat cijfers wel degelijk iets zeggen. En ik vind ook eigenlijk de uitspraak dat je gezakt bent op 0,1 punt klopt niet. Je zakt niet op 0,1 punt. Je zakt op een hele reeks niet zulke goede cijfers. Waardoor het uiteindelijk moet aankomen op die 0,1 oh ja, punt. Ja, ja. Met andere woorden, als je allemaal uh, zevens haalt, is er geen probleem. Dus ik denk, ik vind het eigenlijk een, een onzin uitspraak. En daar wil ik het over hebben. Ja, ja dat is uh, heel, uh, heel herkenbaar. Op uh, mijn middelbare school, uh, dus in mijn middelbare schooltijdperk ik, had ik het ook met een aantal vakken op het laatste moment laten aankomen. Dat dus was ik een onvoldoende uh, met het schoolexamen, en moest ik met mijn centraal examen, moest ik het uh, compenseren. Dus ik kwam het allemaal neer. Ja, op het, komt het allemaal op, al neer op het laatste moment. Ja, ja, ja. Op het moeilijkste onderdeel. Precies. Ja. En uh, ik had daar toen met een uh, gesprek met mijn, uh, met mijn ouders over. Uh, ik zei verteld toen ik het heel moeilijk uh, vond en uh, heel spannend. En uh, ja, dadelijk zou ik zakken. En, uh, een, of net, of nul, een, met een 0,1 punt uh, te weinig bijvoorbeeld. Met het, dat was het ergste scenario wat in mijn hoofd zou voorkomen. En dat mijn vader, uh, die reageerde best wel geïrriteerd. Die zei: Ja, maar Lars, je had ook gewoon je best moeten doen het afgelopen jaar. Dus ja. het is niet dat je zakt vanwege één cijfer. Nee. Zeg je hebt gewoon consequent. Jarenlang ook toen, want in de vijfde deed ik ook vrij, vrij weinig. Uh, consequent jarenlang gewoon niet de wilskracht getoond om goede cijfers te halen en te leren. Ja, precies. Dus ze zeiden ook van ja, weet je, als, uh, wij vinden het prima als je uh, je diploma niet haalt, uh, maar alleen als je het niet haalt, omdat je de wilskracht wel hebt getoond en het gewoon niet gehaald hebt. Ja, precies. Zeg, het is, we gaan, uh, je krijgt een, 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 je gaat een hels jaar tegemoet dat was letterlijk de woorden die ze gebruiken een hels jaar tegemoet uh, als je nu gaat zakken omdat je jarenlang gewoon niet je best hebt gedaan zeg als je nu niet als je nu niet haalt dan uh, kan je tot ziens zeggen tegen al je vrienden volgend jaar want dan ga je gewoon consequent continu leren voor je cijfers ja precies ja, ja kijk wat mij betreft kunnen, kan het eigenlijk twee kanten op gaan en zoals ik net al zei als je zevens haalt is er geen probleem dan slaag je gewoon altijd ja dus waarom hou je geen zevens? Hou je geen zevens omdat je er niks voor doet, of, en dat is de andere mogelijkheid, omdat je het heel erg moeilijk vindt. Ja. En allebei, de re, allebei zijn goede redenen om niet te slagen voor je centraal examen. Ja. Als je er helemaal niks voor doet en die leerlingen heb je, dan verdien je ook niet om te slagen voor je centraal examen. En als je het niet kan, als het boven je niveau is, dat die mogelijkheid bestaat ook altijd. Dan verdien je het ook niet. Ja. Dan zou je ook een niveau lager moeten. Die niveaus zijn er met een reden. En een centraal examen van het VWO is complexer en moeilijker. dan een centraal examen van HAVO. en van, v van VMBO of van MAVO. Dus leer, ik, ja, leerlingen die slagen met, 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 met echt een 5,6 gemiddeld. Ik ben daar uh, geen fan van. En ik denk ook eigenlijk dat, dat je daar als leerling eigenlijk ook helemaal niet blij mee zou moeten zijn. Nee, nee maar het is ook vaak voor de ouders wat je, wat je terechtstelt. Dan uh, vind ik het wel, wel leuk dat je dat zegt. Want als, als je het niet kan, dan zegt het niet per se iets over je waarde als persoon. Maar dan nee. moet je gewoon een niveautje lager. Dat is prima. Precies. Uh, of je verdient het niet omdat je gewoon niks hebt uitgevoerd. Ja. Uh, maar het, het voelt vaak en het lijkt vaak zeker natuurlijk de reacties van ouders alsof een, een hele kind als mens is afgewezen op het moment dat ze net niet uh, geslaagd zijn met 0,1 ja. gezakt zijn voor een vak, ja. um, terwijl het met die twee opties dat of je hebt je best niet gedaan of je kan het gewoon echt niet dat het allebei prima is. Of in goede redenen en goed als in valide redenen om niet te slaan. Ja, ja precies. En waar het dus eigenlijk op neerkomt... is dat ik, ik gun iedere leerling die zijn of haar best doet... een goede cijferlijst met uh, gemiddeld een 7 of ja. hoger. Ik gun geen enkele leerling dat ze door ontzettend hard leren... met een 5,6 gemiddeld een diploma halen voor het VWO. Ja. Want daar kom je eigenlijk op, op de vraag over wat kwaliteit is. Ik, ben, ik heb uh, toevallig uh, onlangs een boek daarover gelezen, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, ja. van Robert Persig. En dat boek gaat eigenlijk over, onder andere over de vraag: wat is kwaliteit? En voor zover ik het nu begrijp, ziet hij kwaliteit als. Een situatie waarin een mens eigenlijk in aanraking komt met een object en door zorg te dragen voor dat object eigenlijk iets van kwaliteit levert. Dus kwaliteit is altijd het gevolg van zorg, van ergens aandacht aan besteden, van ergens um, ja, zorg voor dragen. Dus en dat, dan moet je maar eens bedenken van als je denkt bijvoorbeeld aan... wat is kwaliteit, wat zijn kwalitatief hoge producten? Dat zijn dus producten waar echt met, 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 die echt met zorg geproduceerd ja. zijn. Ja. Heel veel troep uit China is dat dus niet. Nee. En f, um, ik zeg niet dat alles wat uit China komt geen kwaliteit heeft... maar de, de kans dat je kwalitatief hoge producten uit het westen haalt is, 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 is groter. Ja. En dat is dus ook met een cijferlijst. Als jij een 5,6 als cijferlijst hebt... Dat is niet een kwalitatief hoge lijst. En je kunt ook als je als leerling continu um, moet zwoegen voor die, voor die net die 0,1 punten erbij. Dan is er eigenlijk bijna geen mogelijkheid om kwaliteit te leveren. Omdat je dan meer aan het overleven bent dan dat je echt ruimte hebt om zorg te dragen voor jezelf. Ja. Dus dan gun je zo'n leerling toch een kwalitatieve lijst op een niveau lager. Ja, maar hoe, wat is jouw reactie dan? Op, je hebt het over zorgen voor kwaliteit, is het, het, het gevolg van zorgen voor ja. Dat zou eigenlijk dat klinkt in mijn oren ook bijna dat als je heel veel tijd en energie in hebt gestoken en zorg voor hebt gedragen, maar je haalt het alsnog niet, ja, dat dat je zou bijna kunnen zeggen dat het ook bijna kwalitatief zou kunnen zijn, toch? Of zeg ik dan iets raars als het alleen zorgen voor is dan zou dat ook kwaliteit moeten zijn. Maar misschien dan alleen niet de kwaliteit die je verwacht op dat niveau. Ja, kwaliteit ontstaat zodra subject en object met elkaar in aanraking komen. En het is niet altijd zo dat als je er ergens maar zorg voor draagt... dat het ook per se kwaliteit is. Ja. Want soms is het subject niet goed genoeg in hetgeen wat ze doen... om kwaliteit te leveren. Dus ja. het is een samenspel tussen die twee. Ja. Maar... Als iets van kwaliteit is, dan is er altijd zorg. Zit, er, zit er altijd zorg achter. Ja. Maar het is niet alles waar zorg achter zit, is kwaliteit. Ja, ja en dan zie je dus bij die, bij die leerlingen, maar dat is natuurlijk ook vooral bij ouders, dat het, het, het eerste punt, namelijk. Als, heel, als je heel veel tijd en energie ergens in hebt gestoken. en je krijgt niet het cijfer voor wat je ervan zou verwachten. dat dat als onrechtvaardig aanvoelt. Ja, precies. Uh, en dat is dus net de verkeerde manier, als ik jou zo hoor van denken. Ja omdat kwaliteit altijd met zich meedraagt zorgen voor, ja. maar dat zorgend voor niet altijd betekent dat, dat het kwaliteit nee, is. Nee, ja. Precies, precies. Ja. En de leerlingen die ik heb gehad dit jaar die echt hoge cijfers halen voor mijn vak, maar ook voor andere vakken, dat zijn leerlingen die zorg, die eigenlijk continu zorg hebben gedragen voor een hele proces. Altijd voorbereid, altijd gelezen, altijd gestudeerd, altijd uh, nagedacht over hoe ga, hoe, hoe, hoe moet ik antwoorden formuleren en dergelijke. Nagedacht over begrijp ik het goed genoeg om op de toetsen en op het examen te, te komen. Ja. En leerlingen met lage kwaliteit cijferlijsten zijn toch de, zijn toch doorgaans de leerlingen of misschien wel vrijwel altijd de leerlingen. Die er een beetje die, die hebben lopen lanterfanten. Ja. Die geen kwaliteit hebben geleverd. Die ja. denken van ja, het is wel goed zo. Ja. ja. Dat zijn de zesjes. Dat ja. is die zesjescultuur van geen kwaliteit willen leveren. Dus zeggen dat je kind zakt op 0,1 punt is niet. Het gaat niet eens meer om die 0,1 punt. Het is gewoon een hele reeks aan, een hele reeks aan cijfers achter elkaar. En ook een attitude die daarbij hoort van een leerling, die heeft geleid tot dat punt. Ja. De leerling heeft geen kwaliteit geleverd. Dat is het eigenlijk. Ja. ja, dat doet me denken, en dan maak ik even een bruggetje naar een ander onderwerp dat we al een keer besproken hadden. Kort, volgens mij, is. In de coronacrisis, of net na de coronacrisis, dat de criteria zijn versoepeld. Ja, nou, precies. Um, met, uh, met allemaal goede bedoelingen en zo, dat is allemaal prima. Ja, even tussendoor, daarmee verwacht je dus minder kwaliteit. Ja, maar dat is wat ik. Ja, precies. Dus door. Er lijkt een soort beweging te zijn ontstaan. Ook met betrekking tot stress. die leerlingen ervaren. door criteria te versoepelen. of minder te verwachten. Die mensen die dat beslissen en die dat willen. doen dat met bepaalde goede bedoelingen. omdat de leerlingen dan minder stress zouden ervaren. Kwaliteit van leven, tussen aanhalingstekens. zou verbeterd worden. Terwijl eigenlijk, als ik, als ik jou zo hoor. je zorgt voor een. ...onderwijscultuur... ...waarin zorgdragen... ...niet meer de norm wordt. Ja. Er zijn... ...legio leerlingen geslaagd... ...afgelopen jaar... ...die niet geslaagd hadden moeten ja. zijn. Ja, ja want... Het, het, ik, ...dat besef dringt dan... ...nu ineens door in dit gesprek. Dat ik, ik vond het altijd moeilijk om onder woorden te brengen... ...waarom het eigenlijk zo... ...slecht is om die criteria te verlagen. Omdat... Die mensen die dat willen verlagen om het stress te verminderen, altijd gevoelsmatig net een streepje voor hebben. Maar dit element, namelijk je zorgt ervoor dat die kinderen niet aanleren om zorg te dragen voor hun werk. Om kwaliteit te leveren. Om kwaliteit te leveren. Indirect dus ook zorg dragen voor hun eigen leven, in dat opzicht. Ja, en dat niet meenemen precies. naar de volgende fases in hun leven. Je leest ook dat. De, de meer studenten uitvallen dit jaar. Voor mij is dat zo. Dan ga ik even opzoeken, want ik zeg dat wel. Ja, nee dat klopt inderdaad. Er is inderdaad meer uitval onder studenten na de coronajaren. En dat komt natuurlijk omdat studenten die geen kwaliteit hebben geleverd, toch een diploma hebben gekregen. Ja. En op de hbo en de universiteit uh, tegen de lamp aanlopen. En kijk, dit kunnen we ook weer combineren met, uh, met smartphone gebruik. Als jij als leerling. Tijdens de centraal examenperiode zeven uur per dag op je telefoon. zit... Is de kans dat jij kwaliteit levert op een centraal examen heel erg klein? Ja. Want dan heb jij niet met kwaliteit dat centraal examen voorbereid. Ja. Dan ben je gewoon, heb je vooral op je telefoon gezeten. Ja. Dus er wordt inderdaad, door het, door het verlagen van criteria, wordt, wordt, wordt eigenlijk steeds wordt minder kwaliteit verwacht. Wat dus wat jij net inderdaad zegt in de volgende fase van het leven, daar lopen ze daar toch weer tegenaan. Ja. Want daar moeten wel uh, op de HBO en de universiteit moet wel dingen gebeuren. Moet je wel, ja. moet er je wel iets worden ingeleverd uh, van kwaliteit. Ja, terwijl, laten we ook eerlijk zijn, in de volgende fases... er nu ook veel meer excuses worden opgeworpen... waardoor mensen nog steeds niet zorg hoeven te dragen. Namelijk omdat ze een minderheid vormen. Namelijk omdat ze onderdrukt worden. Namelijk, noem een reden nou dan ja, maar ook. Je, le je leest het nu ook weer dat... Uh... Dat, universiteit, dat er op universiteiten wordt gevraagd door studenten... om het bindend studieadvies af, te, ja, ja, af ja, te schaffen. Ja. ja. Want dan, uh, ja, nou, je ziet het dus over de hele linie. En vandaar dus dat zeggen dat je op 0,1 punt bent gezakt... betekent eigenlijk wat je zegt van... ik ben gezakt omdat ik geen kwaliteit heb geleverd. En dat is toch echt in 99 van de 100 gevallen... aan de leerling zelf toe te schrijven. Ja, want ja, nogmaals, als je allemaal zeven haalt, dan kom je er, dan, dan slaag je altijd. Ja, dat je niet alleen zorg hebt gedragen voor de kwaliteit van de resultaten van je eigen van, van het onderwijs, maar ook geen zorg hebt gedragen voor überhaupt het organiseren van je eigen leven. Nee, nou maar dat, dat zie ik bij mijn leerlingen zo ontzettend veel. Ze hebben geen agenda meer. Ze lopen continu achter de feiten aan. Uh, en dat, dat, dat wordt dan ook weer gefaciliteerd door scholen. Door... Ik heb een keer meegemaakt dat ik dat leerlingen een opdracht moesten inleveren de dag na het suikerfeest. En toen, dus toen zei mijn manager, Ja, dat, je moet de datum verplaatsen, want het is dan suikerfeest. Terwijl toen reageerde ik, ja, maar ze weten al twee maanden dat dat de inleverdatum is. Ja. En toen dus stuurde hij terug: Ja, maar je weet dat het in de praktijk niet zo werkt, want leerlingen plannen niet. Dus nee. moest ik de datum gaan verplaatsen. Ja. Ja, dus dat is, dat is dan, 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 dan faciliteer of cultiveer je ook helemaal geen kwaliteit bij die leerlingen. En dat, dat zie je nu heel erg veel. Ja, dat zie je heel veel in het onderwijs dat leerlingen eigenlijk niet meer plannen en ook niet kunnen plannen. En, uh, ja. Ja, ja, dus het is een uiting van een, een stuk breder dan alleen het onderwijs. Of alleen het wel of niet een 5,6 halen, of een 5,4 of een 5,5. Het zijn vaardigheden die je leerlingen probeert aan te leren die gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een bepaald cijfer. Correct, en dat precies. En dat is dus dat is dus ook waarom ik het zo oneens ben met mensen die zeggen dat de cijfer niet zegt, omdat het een momentopname nee, is. Ja. Ik zeg dan altijd. Het, 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 het PTA, dat is het programma ter toetsing en afsluiting. Dat is het. Uh, het programma waarin alle cijfers staan die een leerling voor een vak haalt uh, voor het examen. Ja. Je hebt het schoolexamen, dat zijn alle cijfers die op school worden gehaald, en het centraal examen. En uh, het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen tellen allebei 50% mee ja. voor het eindcijfer. Een leerling haalt doorgaans vanaf VWO 4 al cijfers voor het examen. Ja. In VWO 4 worden de cijfers gehaald, VWO 5 en VWO 6. Dat is niet een momentopname, dat is over drie jaar lang zijn dat cijfers. Ja. En de leerlingen die bij mij kwaliteit leveren, halen hogere cijfers. Dat is keer op keer zo. Het is soms heel lastig te achterhalen wat dat nou is. Als je bijvoorbeeld, bij mij moesten ze dan een essay schrijven. Je ziet al heel snel dat het een kwalitatief essay is, maar het is soms heel lastig uit te leggen waarom. Maar dan kom ik er toch elke keer weer achter dat dat komt. Omdat zodra een leerling er echt zorg voor heeft gedragen... de aandacht aan heeft besteed... dan is het vaak, eigenlijk vrijwel altijd... van een hogere kwaliteit. Ja. En daar komt dan ook een hoger cijfer uit. Ja. Leerlingen die bijvoorbeeld echt iets afraffelen... waar schrijffouten in staan en zo. Dat is geen kwaliteit. Dat, daar is geen zorg voor gedragen. En dat merk je ook in, 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 het, in het uiteindelijke eindproduct. Ja, ja een onderdeel van zorg dragen voor is... is... De die aandacht waar je het over hebt, maar dat is ook het tijd nemen Ja, precies. En, en wat ook een rode draad is een bij, in heel veel onderwerpen natuurlijk die wij hebben behandeld. Is dat de tijd die leerlingen besteden in hun leven uh, aan, aan activiteiten is vooral digitaal. Het digitale ja, een, leven. Uh, op sociale media op zitten. Op sociale media zitten. Dat is, ja, dat is ook een ja. punt. Uh, Niemand die zeven uur per dag op zijn telefoon zit... kan zich goed voorbereiden nee, op ja. een centraal examen. Zo ja, so ja. simpel is het. Ja, klopt, ja, ja. Dus cijfers zeggen wel degelijk wat. Er is een, natuurlijk, één een, een cijfer is een momentopname. Vijf cijfers over een periode... of zes cijfers over een periode van drie jaar... is geen momentopname meer. En ten tweede, je zakt niet op 0,1 punt. Je zakt op een reeks cijfers en op een attitude. En ik hoop dat men dat ook doorheeft. En ik hoop ook eigenlijk dat ouders gaan inzien dat een leerling. het veel beter is voor een leerling als die, kwalitatief, als die een kwalitatief mooie cijferlijst heeft. met zeven's, of dat nou op het haven of het MAVO is. Ja. dan met hakken over de sloot het Centraal examen ja, ja. Ik Als ik een werkgever zou zijn, en ik zou. het gebeurt bijna niet hoor, maar ik zou de middelbare schoolcijferlijst van een, van een leerling zien. Dat zijn allemaal 5,6. dan zou ik heel erg twijfelen over de kwaliteit van. Uh, wat die persoon gaat, gaat vervullen in mijn bedrijf. Ja, ja, ja en ik, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Uh, in mijn geval hoop ik dat werkgevers dat niet doen, uh, als ik als ik Nee, maar ja, nu heb jij natuurlijk al, <laughs> je hebt natuurlijk al een, een, een master. En zo. Ja, verre af. Ja, ja. Nee, ik, ik denk ja. Daar, daar ben ik daar ben ik het wel uh, daar ben ik het wel heel erg heel erg mee eens. Ook omdat er is ook een cultuur waarin het bijna nou niet wordt opgehemeld, maar het ook een positieve connotatie heeft als je uh, het net hebt behaald. Alsof dat ja? een prestatie ja. is of zo. Zo min mogelijk tijd erin stoppen, ja. maar toch net halen. Ja, ja, ja. 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 Alsof, alsof dat. Mijn vader zei ook al als grapje: het is moeilijker om uh, voor een 5,5 te leren. Uh, omdat je dan net op de grens zit. Is het is veel moeilijker om precies te weten wat de 5,5 is. dan voor een 10 te leren. Ja. Uh, het, dan moest ik er altijd op lachen. Zei ik van ja, dat klopt. Maar dat was voor hem eigenlijk een manier om te zeggen. van joh, Lars, maak het ook niet zo moeilijk voor jezelf. Want leren voor een 10 zorgt ervoor dat je. Het veel makkelijker hebt door heel het jaar heen. Ja. Um, maar het is de afgelopen jaren. Lijkt het echt wel steeds meer opgehemeld te worden. Om met hakken over de sloot iets bereikt te hebben. Überhaupt. Of het nou een cijfer is. Of, uh, of, uh, of iets anders. Um, alsof de, 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 de reis er naartoe. Hoeveel, hoeveel je hebt geleden. Ja. Uh, eigenlijk al bij voorbaat een criterium is die je... als je die behaalt, dat je dan een goed cijfer ervoor moet krijgen. Of in ieder geval minstens een voldoende. Ja. ja, precies. Dus ik, ik pleit ook eigenlijk in het onder, onderwijs... voor hogere kwaliteitseisen bij leerlingen. Um, een eis en 6,5 gemiddeld voor overgang. Weet je, het, ja. is allemaal niet zo, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar goed, dan komen we op een hele andere discussie... dat dat allemaal mogelijk is vanwege... <laughs> Er moet wel natuurlijk genoeg leerlingen over, want anders heb je weer problemen met, met inkomsten en enzovoorts enzovoorts. Ja. Maar goed, um, en dan zag je bijvoorbeeld op een middelbare school in Amsterdam, hè, die de overgangsnormen voor HAVO had versoepeld, omdat er anders te veel leerlingen zouden blijven zitten. Dus ja. kwaliteit wordt eigenlijk losgelaten, puur uit pragmatische redenen, omdat, er anders, omdat we anders uh, organisatorisch een probleem hebben. Ja. ja, en dan zie ik gelijk, dan denk ik gelijk van het komt alle drie. Um, belangengroepen komt het goed uit, voor de school komt het goed uit. Om kwaliteitseisen wat meer los te laten, want dat betekent dat er in de praktijk meer leerlingen over kunnen gaan. Dus worden de cijfers beter voor hun school uh, en uh, krijgen ze meer geld daarvoor. Ouders uh, die kunnen net doen alsof hun kinderen kleine goden en godinnen zijn, omdat uh, uh, ze slagen voor een bepaald examen en ze niet hoeven te denken dat er iets mis is met de houding van hun kinderen. En de kinderen die hoeven op de korte termijn geen tijd en energie te steken ja. aan zelfontwikkeling en aan vaardigheden. Ja. Ja. Uh, en die kunnen lekker heel de dag door, weet ik veel, op een smartphone zitten. En, ja. uh, en uh, wie hebben er last van? Dat zijn de docenten zijn die de voor docenten. de klas staan, ja. staan. Die te maken hebben met uh, lager kwaliteit gedrag in de les. Ja. 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 ja, maar kijk, ik probeer altijd kwalitatieve lessen voor te bereiden. En ik kom er altijd achter dat kwalitatieve lessen voorbereiden kost tijd. Zo simpel is het. Ja. En aandacht. En als ik dat niet doe... en dat gebeurt helaas wel eens... dan is het een minder goede les. Zo ja. simpel is het. En dat zul jij in je werk ook ja. merken. Ja. 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 Als je iets haastig doet of uh, te laat doet... of uh, niet, niet goed voorbereidt... dan is het ja. geheid een lagere kwaliteit. Ja. ja, ook omdat als je uiteindelijk wel tijd en aandacht uh, aangeeft... je ineens bij allemaal zijpaadjes komt die het werk kwalitatief beter maken, ja. maar waar je geen tijd meer voor hebt om dat te kunnen doen. Ja. En en dat is ook iets wat ik merkte bij bijvoorbeeld mijn wiskunde uh, centraal uh, centraal examen voor wiskunde. Want ik ging het centraal examen in met een 3,7. <laughs> dat, dat is heel slecht. Uh, maar ik haalde op mijn centraal examen een 7,7. Nou, precies. Dat is nou echt een kwalitatief cijfer? Dat is een kwalitatief cijfer. Ik voelde me. Ik bedoel, ik was blij natuurlijk dat ik mijn diploma kreeg. Maar ik voelde me tegelijkertijd zo ellendig dat ik. De, de jaren daarvoor gewoon niet de tijd en aandacht heb gegeven om zo'n cijfer te halen. Want daar kwam het eigenlijk de facto op neer. Ik heb altijd gezegd, ik ben gewoon slecht in wiskunde. Ja, ik heb altijd precies, gezegd van ik ja. kan het niet. En ja, uh, ik ben ja, een uh, ja. ik ben een taalman en geen wiskundeman. En hey, dat ben ik nog steeds. Maar als ik er tijd en aandacht aan besteed, ja, dan lukt dat. Ja. Ja. Dus het is ook voor de leerlingen zelf om een, een beter gevoel te krijgen wat ze wel en niet kunnen en waar ze aan, aan moeten werken, waar ze tijd en energie aan moeten besteden uh, qua vaardigheden bijvoorbeeld, uh, is het voor hen het beste om die criteria en strenger te maken en uh, zo min mogelijk naar, uh, uh, naar uitwegen te zoeken om toch een hoger cijfer te kunnen geven. Ja, ja, eens. Dus bij deze, je zakt niet op 0,1 punt. Je zakt op je houding. Je zakt eigenlijk op je attitude, op je ja, houding. Ja ja, ja, ja. Ook gelijk een mooie titel. Ja, ja, inderdaad. Dankjewel, ik zie je volgende week weer. Ik zie je volgende week. Yes, Sorry. Yo.